Revelations is gebaseerd op de visioenen van Hadewig. Hadewig was een begijn, een mystica uit de middeleeuwen. En zelf moet ze ook een hele zelfstandige en vrouw geweest zijn die echt wel wist wat dat ze wou. Zeker geen onderdanige kwezeltje. Dat fascineerde mij wel. Ik vind haar een heel sterke vrouw, omdat zij los van wat er zich afspeelde rondom zich, en ik denk als vrouw zou het ook helemaal niet makkelijk geweest zijn, zij toch geen schaamte had voor die visioenen en om die te vertellen, om daar ook iets mee te doen. Dus dankzij haar hebben we nu die legacy. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om in die visioenen van Hadewig iets te vinden waar je zegt, oké, daar kan ik mij in vinden, zo ga ik met mijn partituur aan de slag. Mm-hmm. Ook al omdat de schrijfstijl van Wim, de componist Wim Hendricks, ook een soort kader schept waarbinnen je wel enige vrijheid hebt. Voor mij is het zeker niet zo dat ik mezelf Hadewig waan, of dat ik probeer haar helemaal te verpersoonlijken of zo. Maar ik probeer heel duidelijke beelden te hebben bij de visioenen waarop het gebaseerd is. En als er gesproken wordt over een liefdevol gelaat dat je aanschouwt, om daar echt een heel concreet beeld bij te hebben en op die manier wel dichter bij haar te komen.